dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 15 maart. En het is nog best wel vroeg. Het is hier over half 9. En ik moet zo schoonmaken bij waar ik op was. Normaal gesproken doet mijn zus dat altijd daar. Maar zij kwam vandaag niet. Dus ik val voor haar in. Dus ja, ik heb er geen make-up op. Ik heb voor nu een trui aan onder een shirt. Sportlegging. En mijn Yeezys. Trui is van de Zara Sportlegging Nike. Dus ja, ik ga nu heel snel naar beneden even wat eten nog en wat drinken. En dan ga ik zo meteen daar naartoe. En ik denk dat ik over ongeveer 2-3 uur zoiets klaar ben. En verder heb ik voor vandaag niet echt plannen. Dus lekker een beetje chillen en mijn kamer even opruimen. Oké, we zijn inmiddels heel wat uurtjes verder. Ik ben even naar de stad geweest samen met mijn broer, want we moesten eventjes wat dingetjes kopen. Dus ik heb een paar dingen bij de Normal gekocht. Ik heb om te beginnen dit gekocht. Dit is een hoe noem je dat? Een microfiber stofje. En dan zo'n haarhanddoek. Want dit schijnt dus veel beter te zijn voor je haar. Tenminste. Als ik alle TikToks moet geloven. En dit is namelijk een ander soort stofje dan een normale handdoek, zeg maar. Dus ik ben zeer benieuwd. Ik ga zo meteen gelijk lekker douchen. Dus die had ik gekocht. Die was volgens mij 4,90 bij de Normal. Heb ik ook Hydro Gel Eye Masks gekocht. En deze heb ik eigenlijk meer gekocht omdat ik dacht misschien kan ik hier een keer een leuke foto mee maken voor Insta. Een leuke soort van detail foto. Misschien voor oorbelletjes of zo. Dat je dan zo'n half dingetje ziet. Dus die had ik gekocht. Ik denk niet dat ze heel veel zullen doen. Want ze waren ook goedkoop. Dus ja. En ik heb deze. En deze moest ik gaan kopen omdat ik het er heel cute uit vond zien. Het is namelijk een mini handschoentje voor tanning producten. Zodat je bijvoorbeeld je gezicht kan doen. Nou, ik vond dit zo freaking cute eruit zien. Kijk dan. Ik heb zeg maar ook dan een grote voor je lichaam. Maar het is ook een kleintje voor je gezicht. Zo cute. En ik had volgens mij was in mijn vorige week vlog ging ik een zelfbrander uittesten. En ik wil denk ik deze week weer gaan doen. Donderdag of zo. Hij is echt mega zacht. Maar ik vond deze gewoon heel cute. Omdat hij zo klein was. En dan bij Kruid had ik even nieuwe Blistex gehaald. Pseudocremetje. En even een grote pot kauwgom weer. Ik ga zo denk ik even een klein beetje mijn kamer opruimen. Want dat zeg ik echt al de hele tijd. En ik heb nog steeds niet gedaan. Dus ik moet het echt doen. En ik ga waarschijnlijk morgen weer foto's maken met Jules. Dus even kijken voor outfits en zo. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik heb net klaargemaakt. Het is nu 11:55. En ik heb me dus klaargemaakt. Want ik ga zo meteen eventjes weer wat foto's maken met Sue. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Dus ik heb even een beetje opgemaakt. Mijn haar een klein beetje weer gekruld. Nu schijnt het zonnetje wel een klein beetje. Dus ik hoop dat het een beetje zo blijft. En niet dat het gaat regenen. Want daar heb ik echt geen zin in. Ik ga nu in ieder geval even naar beneden. Ik gooi even zo'n boterham erin. Want ik heb echt reet veel honger. En dan ga ik daarna naar Sue toe. En dan gaan we even snel wat fotootjes proberen te maken. Ik ben weer thuis. Oh, ik ben echt helemaal kapot. Het is nu 5:30. Mijn foto's lukten echt niet. Er zitten op zich al een paar goede bij. Alleen, ja, over het algemeen was ik niet echt tevreden. Maar goed. Het kan ook niet altijd even goed gaan natuurlijk. Ik ga nu in ieder geval even lekker chillen. Wat filmpjes kijken. Ik moet vanavond ook nog mijn eigen weekvlog bewerken. Want ik had er gisteren geen tijd voor. Dus ja. Het regende buiten ook echt mega hard. Super goor. Ik heb dit gehaald. Knoppers en nutbar. Dus dat ga ik zo lekker even eten. En ik ga nu gewoon even lekker wat YouTube filmpjes kijken. En dan ga ik vanavond denk ik na het eten een video bewerken van vorige week. En lekker douchen en echt vroeg slapen. Want ik heb echt weer hoofdpijn. Ik heb dat de laatste tijd echt heel vaak 's avonds. Als ik dan een dag zeg maar vroeg op heb gestaan. En echt dingen heb gedaan. Dan krijg ik 's avonds echt heel erg last van hoofdpijn. Dus ja. Oké, guys. Ik heb even lekker in mijn bed gelegen. En ik heb even weer een joggingpakje aan. Super chill. Ik ga even mijn sieraden afdoen. Moet ook echt mega nodig plassen. Moet ook echt deze mega zooi opruimen. Altijd als ik foto's ga maken is mijn kamer zo mega bende. Omdat ik dan dingen ga uitzoeken om foto's mee te maken. En make-up en zo. Dus ik moet dit echt weer opruimen. Maar ik heb er zo geen zin in. Maar goed. Ik had nog wat spulletjes gekocht. Ik ga namelijk aanstaand weekend met Luc naar Amsterdam. Dat hebben we echt super lang geleden al geboekt.
We gaan namelijk naar het Jakarta Hotel in Amsterdam. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Want we hebben het een half jaar. Oh, zo cute. Dus we dachten het is wel leuk om dan een weekendje weg te gaan. Helaas is nog wel de wellness en zwembad en zo dicht door de maatregelen. Maar je kan in principe wel gewoon lekker chillen. En we hebben op de kamer ook gewoon een bad en een douche. Dus dat komt wel goed. En we hebben voor zondag een shopafspraak bij de Bijenkorf en bij de Zara tot nu toe staan. We moeten nog even kijken waar we nog meer heen willen. Omdat we dus zondag wel ook de stad in gaan, heb ik geen zin om zo mega veel spullen mee te moeten nemen. Ik moet al best wel veel mee, want ik neem ook mijn laptop mee. En ja, weet je, ik neem een joggingpak mee om lekker in te chillen. Dus die moet dan ook weer mee. Dus dan heb ik best wel veel mee uiteindelijk. Maar goed, dus ik dacht, ik hou gewoon eventjes wat van dit soort make-up doekjes. Dan hoef ik niet los nog make-up remover om mee te nemen. En dit kan ik daar ook gewoon altijd weggooien als ik dan weer klaar ben. En hetzelfde geldt voor een mini tandpastaatje. Daar hoef je niet zo'n belachelijk grote tube voor één nachtje mee te nemen. En een mini mini deo. Dit vind ik zo cute. Oh, hij is zo klein. Dus dit is ook super makkelijk gewoon lekker om je tas mee te nemen. Een mini therme douchegelletje. Deze hebben ze hebben natuurlijk al gewoon altijd douchegel en zo daar. Maar ik vind deze echt super lekker ruiken. Ik heb eventjes van Kruidvat eigen merk een nieuwe wimperkruller gekocht. Geen idee of dit een beetje een goeie is. Ik denk het niet. Maar ik heb er echt even eentje nieuw nodig. Want die van mij is kapot gegaan. Dus ik dacht, ja, oké. YOLO, ik koop gewoon eentje. Hij voelt op zich gewoon hartstikke prima. Maar ik had gewoon echt even een nieuwe wimperkruller nodig. Ik ga in ieder geval lekker patat eten. Mijn moeder heeft patat besteld. Ik heb 2 broodjes kippen. I love it. Ik heb vanmiddag ook McDonald's gegeten. Dus de komende dagen zal mijn huid ook echt wel weer slecht worden. Dus altijd naar McDonald's en zo. Maar weet je. Het boeit me niet, want het is wel lekker. Dus, ik ga even de moes verzamelen om zometeen mijn kamer een beetje op te ruimen. En ik denk dat zometeen het eten er ook is. En dan ga ik lekker douchen. En dan ga ik daarna echt mijn video bewerken, want die moet dus morgen online komen. Dus die moet ik wel echt even gaan bewerken vanavond. Goedemiddag inmiddels. Het is vandaag woensdag. En ik ben mijn vlog aan het bewerken. Ik was gisteren echt heel vroeg gaan slapen. Ik denk dat ik 8:45 of zo al wegviel. En mijn broer die voelt zich niet zo lekker. Dus hij gaat nu een coronatest doen, een sneltest. Maar goed, mijn broer gaat zich nu dus laten testen. En omdat ik zelf dus wel een beetje hoofdpijn heb, blijf ik wel gewoon binnen tot hij zijn uitslag binnen heeft. Maar goed, hij is daar nu dus heen. Het is een sneltest. Dus we hebben als het goed is binnen nu en een half uurtje ook al wel de uitslag. Maar ja, het is wel vervelend alsnog. Want ik hoop gewoon dat het niks is. Aangezien ik dit weekend dus eigenlijk een weekendje wegga met Luc. Dus ik hoop echt, echt niet gewoon. En het is vandaag ook 17 maart, dus dat betekent dat je kan stemmen. Dus ik hoop ook dat ik wel gewoon kan stemmen vandaag. Maar ja, dat hangt er dus helemaal af van hoe de test van mijn broer, zeg maar, terugkomt. Ik ben nu eventjes bezig met een thumbnail maken voor mijn weekvlog die zo meteen online komt. Oh, ik weet niet of je het geluid kan horen van mijn laptop, maar het is echt bizar. Het heb ik dus altijd als ik Photoshop en iMovie tegelijkertijd open heb staan. Oh. Ik ben inmiddels bij Luc. Mijn broer was negatief getest. Dus daarna waren we gaan stemmen. En nu ben ik bij Luc. En we zijn op de badkamer alleen. Luc zit op wc. En dit is een beetje lang. Ik heb niet al twee keer gezegd dat je bij mij bent. Ik ben bij Luc. En ik moet plassen. Te schieten op. Ja, ik ook, maar dat komt niet. Ja, mag ik dan eerst even plassen? Want ik heb echt heel nodig. Alsjeblieft. Ja, maar hij komt niet. Deze wc. Dat weet ik. Maar ik kan even opschieten. Hij komt nu. Ja, dat heb je echt heel 5 keer gezegd. Maar ik moet echt helemaal niet passen. Nou, dat is geen constatatie. Ja. Ik ga de camera even. Voor die camera niet. Het is vandaag donderdag. En ik ben al een tijdje terug van Luc. Zo, ik heb een trap opgelopen. Ik ben helemaal buiten adem. Mega slecht uit volgens mij. Mijn haar heb ik nog helemaal niet echt doorgeborsteld. Maar ik heb weer wat zelfprimer opgedaan. Dus dat is nu weer een beetje aan het intrekken en zo. En aan het eind van de dag ga ik het eraf wassen. Ik ga morgen ook even wat fotootjes maken. En ik ga natuurlijk dit weekend naar Amsterdam. Dus ik dacht het is wel leuk om er dan een beetje normaal uit te kunnen zien. Ik ga ook even straks mijn nagels weer bijwerken. Want die uitgooi vind ik zelf altijd echt lelijk. En deze is dus afgebroken. Super kut, mijn eigen nagel. Dat was hem. Mijn lange mooie nagel. Met verlenging kan ik hem ook wel
weer mooi krijgen, hoop ik. Maar goed, dat wil ik dus zo meteen ook nog gaan doen. Er was wel een pakketje binnengekomen, want ik had namelijk bij de Bijenkorf een maskertje besteld van Pixi. En deze is wel chill. Dit is de Glow Mud Mask. Deze. Dus ja, die heb ik weer eventjes gekocht. Ik ga nu even lekker chillen. Ik wil alleen niet te veel doen, want ja, die heb je zo fijn dat dat plakt en zo. Dat vind ik zelf heel erg naar dan. Dus ja, dus ik moet even kijken. Ik moet vanmiddag wel even met mijn broer naar de praxis, omdat hij iets op moet halen of zo. Ik weet ook niet precies wat, maar daarvoor moet ik even mee. En ja, verder is het dus een beetje gewoon chillen. Even mijn haar lekker wassen, mijn nageltjes doen. Dat een beetje. Oké, guys, de zelfbrander zit er inmiddels al een aantal uur op. En ik vind het wel best wel mooi. Ik heb wel echt een hekel aan deze pigmentvlek. Ik wil die eigenlijk binnenkort gaan weglezen. Dus als mensen daar ervaring mee hebben, laat eventjes weten of stuur maar eventjes een DM. Ik ga denk ik nu even lekker mijn nagels doen. Ja, denk het wel. Ik heb echt zoveel zin in dit weekend. Het hotel is ook ziek mooi om foto's te maken. Dus misschien dat ik ook wel wat fotootjes kan maken als ik die zover krijg. Ik wil namelijk ook gewoon even een leuke foto met hem. Ik heb helemaal geen leuke foto met hem. Maar goed, ik heb er in ieder geval super veel zin in. We hadden het dus al best wel lang geleden geboekt. We hadden eigenlijk eerder gaan, maar toen waren er natuurlijk ook allemaal maatregelen dat je niet... dat je eigenlijk niet zoveel kon doen en ook niet met shoppen en zo. Maar ja, nu hebben we dus in ieder geval het geluk dat we wel kunnen shoppen op afspraak. En ja, het zwembad en zo is dan wel dicht. En de massages zitten allemaal vol voor komend weekend. Maar ja, in ieder geval dat shoppen is al in ieder geval heel fijn. Dan heb je in ieder geval buiten het hotel ook nog iets te doen. Niet dat je alleen maar in het hotel zit, zeg maar. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Maar ik ga denk ik voor nu eerst even lekker mijn... Nou, zo. Mijn haar, jezus. Mijn nagels doen. Mijn teennagels ook weer even doen. Mag ook weer gebeuren. En ja. Nou jongens, ik heb net lekker gedoucht. Het is inmiddels al 8:30. En volgens mij is mijn zelfbruiner echt een keer gewoon wel mooi gelukt. Dus daar ben ik wel blij mee. Tenminste, ik ga natuurlijk morgen in het echte daglicht zien hoe het eruit ziet. Maar voor hoe ik het nu zie, is het op zich al goed gelukt. Ik heb trouwens die handdoek nu. Die ik volgens mij, wat is het, deze week vroeg? Volgens mij wel. Dat ik die had laten zien. Nou, volgens mij in ieder geval wel. Maar dit is dus zo'n handdoek wat beter schijnt te zijn voor je haar. En ik vind het best wel chill. Want er zit ook zo'n dingetje waarmee je hem kan vastmaken aan de achterkant. Dat vind ik ook wel chill. Aangezien normaal gesproken met mijn handdoeken altijd afvallen. En ik heb mijn nagels weer lekker even gedaan. Ze zijn weer even een stuk korter. Dus dat is fijn. En ik heb hier een klein stukje verlenging gedaan bij deze nagel. Die dus was afgebroken. Maar goed, ik ga nu in ieder geval eventjes lekker chillen. En over een half uurtje is Ajax, dus ga ik dat lekker kijken. En ja, dat. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En mijn zelfrijder is best wel weer heftig. Ik vind het wel mooi, op zich. Ik moet wel echt een beetje make-up op doen, want je ziet nu wel echt terug dat ik best wel gewoon gel primer op heb. Ik doe even een joggingbroekje aan. Dan ga ik even naar beneden ontbijten. Het is best wel vroeg nog. Ik was echt alweer om 6:45 wakker. Vraag me niet waarom. Ik heb dat de laatste tijd, word ik zo vroeg wakker. Niet normaal. Maar goed, ik heb dus echt één mega donkerbruine vlek op mijn voet. Aan de zijkant. Hier. Ik denk dat er gewoon een druppel zelfbruiner gewoon is opgevallen. Dat is ook niet uitgesmeerd. Maar goed, het is toch niet echt dat iemand naar mijn voeten gaat kijken. Mijn haar lijkt ook gelijk weer een stuk minder oranje. Heb ik altijd die als ik dit op heb gedaan. Dus dat is fijn. Maar goed, ik ga even lekker ontbijten, want ik heb nog honger. En dan ga ik me daarna lekker klaarmaken. Even mijn tas inpakken voor foto's maken. En dan ga ik naar Den Haag toe en dan haal ik het vlammer op het station. En dan gaan we even snel wat fotootjes maken. Okido, ik heb me even klaargemaakt. Even mijn tas ingepakt, me een beetje opgemaakt. En ik heb mijn haar een keer gesteld. Is ook wel weer eens een keertje leuk. Ik heb niet zoveel outfits, maar 3. En dat is op zich al prima, want we gaan maar gewoon naar 1 locatie. Dus dan heb ik denk ik ook niet zoveel outfits nodig. Mijn schoenen zijn echt mega goor. Moet ze echt even schoonmaken. Maar goed, ik heb voor nu gewoon een simpel shirtje aan. En een zwarte wijde broek. En dan
is dat dus maar een soort van voor mijn eerste outfit. Dus ja, ik ga nog even zo naar beneden. Even snel wat snacken. Want de meid heeft weer trek, as always. Even snel wat sieraden omdoen. En dan ga ik naar Den Haag. Dus ik zie jullie daar wel. Even je tasje. Ja, die heb ik gisteravond mijn haar gewassen en dan ga ik straks sporten. Dat vind ik zo zonde dan. Ja, maar dat heb ik altijd, dat mijn wasschema niet klopt. Oké, wat wil je? Deze is voor mij. Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Een tijdje thuis. We waren echt heel erg snel klaar. Daarna hebben we nog lekker eventjes een broodje gegeten. En ik kom net weer even uit mijn bed. Oh, zo erg. Mega nog plassen. Ik ga zo meteen ook even lekker douchen. Het is best wel koud. Dus ik ga even lekker warm in de douche staan. Zo, op camera lijkt me even bruiner nog erger. Ik lijk met een worteltje. Maar het echt valt dat wel mee. Ja, mijn camera die heeft sowieso vaak moeite met kleur en dingen. Dus ik wil even binnenkort misschien ook een nieuwe camera gaan kopen. Misschien wil ik gewoon weer terug gaan naar een Canon. Ik heb toen heel lang geleden ook een Canon gehad. Voor, ik denk dat ik deze camera heb nu 2 jaar of zo. Hij houdt het zeg maar wel lang vol. Alleen ik had daarvoor die Canon G7X en die vond ik heel chill qua beeld. Alleen bij mij viel dat schermpje er heet het af. Dus op een gegeven moment was hij helemaal kapot. Dus dan was het duurder om hem te laten maken dan om een hele nieuwe camera te kopen. En toen heb ik dus deze gekocht. Maar wellicht dat ik nu wel weer terug wil naar een Canon. En ik weet niet wat ik allemaal met mijn haar doe ben. Ik zie dus altijd bij mensen dat ze het heel leuk zo heel strak hebben. En dat ze dat dan ook heel strak zo kunnen borstelen en vastkrijgen. Maar als ik dat doe... Nee, dat moet ik gewoon niet proberen. Nou jongens, Luc is er ook. Oh. Ik had niet eens door dat je weer... Smart! Wat op. Rotjoch. Ik moet even een opladertje pakken. Luc, serieus, kappen maar. Ik wil lopen op de wolken, ik wil lopen op de maan. Jij bent niet helemaal 100 volgens mij. Nee, klopt. Daar heb ik over jou. Vandaag, hallo, even wachten nog. Nee. Ik moet poepen. Jij moet poepen. Jij moet poepen. Waarom moet je mij altijd voor lul zetten op camera? Het is vandaag zaterdag en wij zijn in Amsterdam. Want wij hebben vandaag... Hey, ze hebben een koelkastje. Dat is nou even lekker. Complimenteerd water. Nou, dat hoef ik niet. Okay. En dan gelijk alles hier aan het lopen. Gelijk... Oh, badjasjes. En slofjes, die gaan we aantrekken zo. We zijn dus in Amsterdam, een beetje een korte hotel. Waarvoor is dit hier überhaupt? 1, 2. Nee. Miljoen. Oh, dit is een schoenlepel volgens mij. Is dit niet gewoon om je schoenen mee schoon te maken? Weet ik veel. Nee, dat gaat van mijn borg af. Heb je borg betaald? Ik heb 100 euro borg betaald. We zijn dus in Amsterdam nu, in het Jakarta Hotel. Het is echt heel erg mooi. Ik ga het even aan jullie laten zien. Kijk, we zitten een beetje aan het einde van de gang. Hé, hey, Luc. Ik neem even deze mee. Wat nee. Doe ik? Niet meer aan. Ja, maar ik moet het even filmen. Oké, doei. Oké, doei. Nou, dat is super mooi. We zitten een beetje aan het einde van de gang. We hebben uitzicht op water. En dan dit.
Hoe mooi. Ik wil denk ik daar ook echt misschien nog wel een fotootje bij die mooie boompjes daar en zo. Dus dat. Maar goed, het is dus wel jammer dat het zwembad en zo niet open is, want dat is ook super mooi hier. Het ruikt hier helemaal naar bamboe van dat hout, omdat alles hier van hout is. Zo, ben ik weer. Maar goed. Hé, hey, wacht. Hij doet het nu niet. Oh jawel, ik had er maar niet goed in gedaan. Oh, nou hangt iedereen uit het water. Oh ja. Kijk hoe lijp dit is. Ja, geweldig. Goed, mag ik even verder met mijn roomtour? Oké, ik ga jullie een roomtour geven. Je komt binnen. Heb je hier een spiegel. Met mij. Ik zal even laten zien wat ik aan heb vandaag. Mijn hele outfit is van Naked eigenlijk. Deze trui is van Naked. En deze broek is ook van Naked. En ik heb mijn Balenciaga vandaan. Dan hebben we hier een beetje ruimte voor tassen en zo. Nou, gewoon spreekt voor zich. Ik pas niet meer in. Misschien is die andere groter. Nou goed, dat dus. Dan heb je hier zo'n kast. Dan heb je hier een toiletje. Heel simpel. Nou, en dan heb je hier het bed. Een tv. Nou, dit is het bed. Best wel mooi. Hier kan ik denk ik misschien ook nog wel een leuk Insta-fotootje maken, Luc. Nee, jij van mij maken? Nee, dat zeg ik. Jawel. Ik ga geen foto maken. Ja, we gaan ook samen een foto maken, dus je zorgt maar gewoon. Dan hebben we hier een lekker tafeltje. Kunnen we lekker eten samen, want je moet dus op de hotelkamer eten. En dan is dit ons uitzicht op het water. En dan heb je hier een lekker bankie. Mooie bank. Ik vind het leuk, dit kleurtje. Oh, kijk, ik heb een hele make-up tafel. Oh my god. I got a make-up table here. Oh, hier kan ik ook een leuk fotootje maken. Mooi ondergrondje. Nou, dan hebben we hier de badkamer met een bad. Nou, met een mooie wastafel. Enig allemaal. Eentje is niet groter trouwens. Oh, en dan hebben we hier een douche. Ik weet dat onze zo klein zijn. Ja, ja. Maar we kunnen straks wel een rondje lopen. Kijk eens uit het raam. Kijk naar beneden. Zij gewoon muziek aan het luisteren. Er staat een hele koelkast. Ik ga even... De chips pakken. Ik heb lekker chippies. Chippie. Wij gaan even... Het is best wel vroeg nog. Het is 3:15. Wij gaan even lekker chillen. En even kijken wat we vanavond gaan eten. Want je kan dus hier in het hotel ook bestellen. Maar misschien dat we gewoon iets anders gaan bestellen. Maar moet ik even kijken nog. We gaan een rondje lopen. Ja, we gaan dus eventjes een beetje verkennen. Bijvoorbeeld. Luke. Oké, kom maar aan. Yes, sir. Nou jongens, ons avondeten is er. Yummy. We zijn intussen het lekker afleveringen van Flik aan het kijken. Want ik had mijn laptop meegenomen. Dus, nou, wat enig. Ik heb gewoon nasi goreng. Gewoon normaal. En jij hebt iets met garnaal. Je hebt echt een enorm lekkere ijsje. Mag ik hem proeven? Mm-hmm. Jawel. Grapje. Pas op dat het hier gaat bijna. Okay. Zo, dit is de eerder lekker. Het hoeft een beetje naar thee. Ja, het is lekker. Ijsthee. Ja. Maar, het is lekker. Ik proef wel heel zoet. Het is gewoon, volgens mij, meer gewoon thee met honing en dan gewoon koud. Wel lekker. Nou. Au, oh, ik stoot in mijn kop. Dat is Indonesisch. Heerlijk. Wij gaan ook niet aan tafel zitten. Nee, lekker eten op bed. Want punt van luiheid. Het kan. Nou, wij gaan lekker even smikkelen. En lekker flikken kijken. Nou, wij hebben net lekker even in bad gezeten. En ik heb lekker een maskertje meegenomen. Dus die gaan we lekker even opdoen. Ik heb net eventjes wat fotootjes gemaakt van wat producten. En ik vind het helemaal vet. Ik ben hier helemaal tevreden over. Dus ja, binnenkort op mijn Insta te zien. Maar goed, ik ga even make-up eraf halen. En dan gaan we lekker even een maskertje opdoen. Ik heb namelijk deze mee van Pixie. De Glow Mud Mask.
Dus ja, goed. Even make-upje eraf halen. Mm-hmm. Nou, goedemorgen. Het is vandaag zondag. We hebben net ons ontbijt opgehaald. Doe je mondkapje maar af. We hebben echt heel erg veel eten. We hebben dit. Lekker met een gepocheerd eitje met zalm. Dit is worst. Dingen. Fruit lekker. Dus we hebben allebei zo eentje. Nou, dan hebben we hier croissantjes en broodjes. Chudrans en yoghurt op een Nutella. Echt lekker dit. Yummy. Wat lekker. Eet smakelijk. Eet ze. Ik ga lekker een sjeretje opzetten. Nou, wij zijn inmiddels klaargemaakt. Hier is het een beetje warm. En wij gaan zo meteen vandoor. We hebben alvast onze tasjes ingepakt. Dus we kunnen zo meteen gaan met die banaan. En we gaan lekker lopen. Het is wel een stukje lopen, want we hebben pas namelijk om 1 uur onze eerste shopafspraak. Ik ben ook benieuwd wat we in die tussentijd daarna gaan doen. Want we hebben pas om 2:30 onze tweede shopafspraak. En dan daarna nog later. Dus we moeten even kijken wat we allemaal gaan doen in de tussentijd. Maar ik denk dat we zo meteen gewoon gaan lopen naar de Mango. Want daar is dus onze eerste shopafspraak. En dat we dan daarna eventjes gaan kijken eten. Ik heb wel zin in Jonah Juice. Dat is wel lekker. Jonah Juice, dat vind jij ook wel lekker, denk ik. Goed, ik ga even snel mijn camera aan mijn tas leggen. Ik heb trouwens vandaag gewoon met dezelfde broek aan van Naked. Stussy shirtje die ik gisteren aan had, maar dan zwart. En dan heb ik vandaag mijn Essentials trui erbij aan. Ja, wat jij aan hebt, hoor je dat helemaal niemand. Dus ik ga jullie niet op tas doen. Dus we zijn in Amsterdam. We hebben de Mango en de Zara hebben we gehad. Maar ja, het was niet echt hiervan het. Het was op zich al bij de Zara heb ik 1 broek gekocht. Een witte gewoon. Dus ik heb hem niet gepast. Dus ik moet thuis even kijken of ik hem pas. Maar anders kan ik hem in Leiden altijd nog terugbrengen. Maar wat dus echt heel raar is, wij staan nu op de Dam. Want we hebben pas over 1 uur onze afspraak bij de Bijenkorf. En we vinden het heel zonde om die niet te benutten. Omdat er pas anders volgende week maandag weer een afspraak is. Dus het is zeg maar wel echt, want we hebben wel echt een van de weinige plekjes die er zijn. Maar we moeten nog 1 uur wachten. We kunnen gewoon niks doen. Maar goed, we zijn dus nu op de Dam. Daar is de Bijenkorf. En er kwamen net opeens allemaal van die politiebusjes en ME-busjes. En echt allemaal sensatie. Dus ja, we weten ook niet wat er aan de hand is. Demonstranten. Ja, er zijn wel bij het Museumplein is er weer een demonstratie, maar dat is niet hier. Dus het is allemaal heel raar. Ja, wij moeten dus nu 1 uur gaan wachten. Tot we de Bijenkorf in kunnen. Het duifje? Niet of hier nog wat gaat gebeuren. Het ziet er nu wel rustig uit. We houden jullie op de hoogte. Nou jongens, het is inmiddels zondagavond. En ik ben thuis nu. Ik ben 8:00 ik snel naar huis. Want hij moet natuurlijk op tijd thuis zijn voor de avondklok. Ik heb 2 dingetjes gekocht. En zijn uiteindelijk wel nog naar de Bijenkorf geweest. Want we wouden wel naar huis gaan. Maar toen kwamen we bij het station. En toen was het helemaal ontruimd. Want er was een bommelding of zo. Dus er reden helemaal geen treinen meer. Echt mega vervelend. Maar goed, toen zijn we dus uiteindelijk wel nog naar Bijenkorf gegaan. Ik heb daar even wat vaap gehaald wat ik nodig had. En ik heb zelf de Glowgasm Beauty blush ding van Charlotte Tilbury gekocht. Ik heb hier namelijk ook al de bronzer van. En die vind ik echt heel fijn. En mijn zus heeft dus ook nog deze. En sowieso, heel TikTok is altijd lyrisch over deze. Dus die heb ik ook gekocht. Het is zeg maar zo'n blush, liquid blush. Heel erg chill. Dus ik heb die gekocht. En ik heb bij de Zara gewoon een hele simpele witte broek gekocht. Maar ik moet even kijken of ik deze pas. Want ik had geen zin om hem daar in de winkel te passen. En anders dan kan ik hem hier in Leiden altijd ruilen of terugbrengen. Ik had namelijk ook een hele mooie witte broek gezien bij de Mango. Maar die had dus niet meer mijn maat. Dus ja. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie in mijn volgende video weer te zien.